Geachte aanwezigen, welkom in de aula van de Universiteit Maastricht. Mijn naam is Annemie Scholz. Ik ben de decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht en vandaag prorector van deze academische zitting. Ter gelegenheid van de afscheidsrede van professor Frits Prinsen. Na 44 dienstjaren bij onze universiteit, en dat is me een waar genoegen, want Frits heeft veel betekend voor onze faculteit in onderwijs, opleiding en onderzoek. En hij is een verbinder pur sang, die zijn enorme kennis en netwerk graag deelt met anderen op een onvoorwaardelijke manier. Op een voorbeeldige wijze, zou ik zeggen, die ik graag even toelicht. Wanneer je met professor Prinsen op een wetenschappelijk feestje bent of een serieus congres, dan is het heel gebruikelijk dat hij op een zeker moment naar je toe komt en zegt: die mensen daar komen van die en die universiteit en daar moet je eens even mee gaan praten. Zodra je dat doet, begrijp je meteen waarom. En zeer waarschijnlijk ontvouwt zich dan op dat moment een vruchtbare, jarenlange wetenschappelijke samenwerking. Of je staat als jonge onderzoeker op een buitenlands congres met je poster, beetje onwennig nog, en ineens komt daar die internationale autoriteit op jouw vakgebied naar je toe om met jou over die poster van gedachten te wisselen. Je dag kan niet meer stuk. En later hoor je van diezelfde prof dat Frits hem meerdere keren, haast tot vervelens toe, had gezegd dat hij toch even bij jouw poster moest langsgaan. Talloze collega's heeft Frits op vergelijkbare manieren in contact gebracht met elkaar, zonder daar zelf met zijn neus bovenop te willen zitten. Dat is denk ik een manier van werken die helaas, onder andere door de publicatiedruk, steeds zeldzamer is geworden. Zijn publicatielijst is misschien daardoor niet kilometers lang, maar wel van uitzonderlijk hoge kwaliteit. En die verbindende rol zit ook in zijn vakgebied besloten, de elektromechanica van het hart. Zoals de meesten van u beter dan ik weten, kunnen daar eigenlijk in het hart twee aspecten van elkaar bestudeerd worden. En vaak worden die afzonderlijk van elkaar bestudeerd. Er is een groep wetenschappers die het hart vooral benadert als een pomp. En een andere groep die zegt nee, de elektrische activatie die nodig is om te kunnen pompen. Dat is het interessantste. En professor Prinsen heeft met zijn werk de unieke positie in het midden genomen, door beide te verbinden met elkaar. Met name de pompwerking van een hart met een geleidingsstoornis, waarbij bijvoorbeeld een pacemaker uitkomst kan bieden, is zijn domein. Hij kan u dat zelf natuurlijk veel beter vertellen dan ik, en zeker ook waar dat allemaal toe geleid heeft. Want zijn naam is internationaal heel groot, en wellicht groter dan wij hier in Maastricht beseffen. De Frits Prinsen groep is klein, relatief klein, maar des te groter is de cirkel collega's daaromheen die in hem een mentor gezocht hebben en vonden. Ze roemen zijn enorme kennis, of het nu gaat over patiëntenstudies, proefdieronderzoek, celbiologie of computermodellen. Hij stelt die ene vraag die tot nadenken stemt en je vooruit helpt. Als je hem je werk stuurt, heb je vaak binnen het etmaal feedback. Die is meestal lovend in de kern, maar waar nodig slaat hij ook de spijker op de kop. Stevast voel je dat hij je vooruit wil helpen. En als dat betekent dat je gelukkiger zou kunnen zijn op een andere plek, dan denkt hij ook met je mee. Want hij heeft al lang gezien hoe het echt met jou als mens gaat. En waar buitenlandse congressen voor veel hoogleraren het moment zijn om vooral ook hun netwerk met collega-hoogleraren uit te breiden, heb ik begrepen dat Frits ook minimaal één avond vrijhoudt om met zijn promovendi en andere jonge onderzoekers op stap te gaan. Chillen met Frits noemde iemand dat. Nou, dat klinkt best goed. Hij is een enorme steun in de rug voor heel veel jonge onderzoekers.
En dat leverde uitspraken op als: als ik Frits niet had ontmoet, had ik dit alles niet bereikt. En ik hoop dat als ik ooit hoogleraar word, ik het ook op die manier zal doen. Op deze inspirerende, dienstbare wijze en ook wijze manier bracht Frits heel veel goede wetenschappers voort. Staande op zijn schouders en daarmee indirect op die van professor Robert Remerman, van wie hij als promovendus het nodige heeft meegekregen. Zij kunnen met die basis allemaal vooruit in de soms toch nog wel harde wetenschappelijke wereld. En als hij daar dan eens voor gecomplimenteerd werd, dan zei hij heel bescheiden: ach, dat is allemaal zelfrijzend bakmeel. Dat vind ik een hele mooie metafoor, maar ik zie in mijn keuken toch nooit heel veel gebeuren met alleen dat pak zelfrijzend bakmeel. Pas in de handen van iemand die daar de juiste ingrediënten aan toevoegt, in de juiste hoeveelheden, het zorgvuldig kneedt en het dan ook nog even laat rusten in de oven, wordt het pas echt iets heel moois. Dan geef ik nu graag het woord aan professor Prinsen voor zijn afscheidsrede, getiteld Minder is meer. Dank u wel. Even kijken. Dit moet ik even doen. Geachte decaan van de FHML, raad van bestuur van het MUMC, geachte directeur van Karim, beste collega's uit Maastricht of van elders, lieve familieleden en vrienden, hier aanwezig in de zaal of verbonden via de livestream. De titel van mijn rede is Minder is meer. Deze titel is bewust ruim gekozen om uw nieuwsgierigheid te wekken, want het geldt op vele vlakken. Afval, koffie, poëzie en kunst. Maar een goede, zeker in kunst, een goede, eenvoudige weergave vereist ook een kennis van wat je wil weergeven, op een goede manier. En vervolgens zorgvuldig verwijderen van wat niet essentieel is. En dat is dus in mijn geval het geval doordat we in de elektromechanica van het hart na uitgebreid fysiologisch onderzoek van mechanismen van enkele hartziekten blijkt dat een aantal zaken in de kliniek simpeler kunnen, zoals diagnostische criteria, meetmethode en pacemakertherapie. Zaken die in de gezondheidszorg eenvoudiger en goedkoper kunnen. Als medisch bioloog heb ik de afgelopen 44 jaar gewerkt eerst aan de Rijksuniversiteit Limburg, later Universiteit van Maastricht. In die tijd heb ik een veelheid aan activiteiten gehad. Zo'n 40% van de tijd besteed ik aan onderwijs. Ik heb bijgedragen aan hbo-opleidingen, ergotherapie en fysiotherapie en academische opleidingen, biomedische technologie en natuurlijk geneeskunde. Bijzondere taken daar waren coördinatorschappen van het eerste jaar bij de curriculumherziening 2001 en van de module thorax van de nieuw startende opleiding arts klinisch onderzoeker. En ik mocht hen meehelpen om curricula helemaal af de grond op te bouwen. Daarnaast ben ik lid geweest van verschillende commissies, zoals de Dierexperimentele Commissie van de Universiteit, die voorstellen voor dierexperimenten beoordeelt. De Innovatiecommissie van de Europese Hartritme Associatie en de Research Council van Karim. Daar helpen we jongere collega's bij het schrijven en verdedigen van beursaanvragen bij organisaties als NWO en de Nederlandse Hartstichting. Maar meer dan de helft van de tijd heb ik besteed aan onderzoek. En omdat de leerstoel, elektromechanica van het hart, ook mijn leerstoel is, zal het grootste deel van mijn lezing hierover gaan. Dit gebied heeft grote ontwikkelingen doorgemaakt. Inderdaad, van oudsher in de cardiologie is er een elektrofysiologie en een pompfunctiegroep, de elektriciëns en de loodgieters. En die opereren heel vaak nog los van elkaar. En door aanvankelijk heel experimenteel en verkennend onderzoek blijkt dat die twee dingen heel veel met elkaar te maken hebben.
En wat wij vonden in de experimenten bleek ook steeds meer klinisch relevant en toepasbaar. De laatste 15 jaar is de onderzoeksgroep uitgegroeid tot een combinatie van onderzoekers, van fysiologen die zich vooral bezighouden met dierproeven, biomedische technologie met computersimulaties en cardiologie en hartchirurgie met patiëntgebonden onderzoek. In het Engels wordt de verbinding tussen experiment en kliniek wel aangeduid als from bench to bedside. Maar net zo belangrijk is het dat de bedside ook terugkoppelt met de bench. En dat werkt bij ons geweldig. Om zoveel mogelijk van u duidelijk te maken wat we in het onderzoek gedaan hebben, zal ik eerst kort wat achtergrond over het hart vertellen. Waarbij ik gebruik maak van mijn fysiologieboek voor kleinkinderen. Links is het hart te zien. Het pompt bloed uit naar de slagaders, hier rood gekleurd, en die brengt het bloed naar de weefsels. En het hart pompt zo krachtig dat je dat aan je pols kunt voelen. Rechts is plastisch weergegeven de pompwerking van het hart. Twee handen die in een fles knijpen. En net zoals de spieren in onze handen, worden ook de hartspiercellen elektrisch aangestuurd. En het zijn de afwijkingen in die elektrische aansturing en de gevolgen voor de pompfunctie, de mechanica, die onderwerp zijn van mijn onderzoek. Hier ziet u een animatie hoe de elektrische impulsen zich door het hart verspreiden. In het hart ontstaat de impuls in de sinusknoop, links boven op de figuur. Ongeveer 1 tot 3 keer per seconde, afhankelijk van hoe hard je loopt. De impulsen gaan vervolgens naar de AV-knoop. En vandaar via de linker en rechter bundeltak heel snel naar het andere delen van de hartspier, van het gewone spierweefsel. Als je nauwkeuriger meet, dan kun je dat weergeven op een manier zoals hier aangegeven door voormalig promovendus Mark Strik. Hij heeft een soort patent op deze figuren. De rode kleur geeft de vroege activatie aan en geel de wat latere. Maar in het gezonde hart zijn die tijdsverschillen heel klein, dus een hele mooie synchrone activatie. En hoe belangrijk die synchrone activatie is voor de pompfunctie van het hart, zal spoedig blijken. Onderaan ziet u ook een voorbeeld van een elektrocardiogram, een ECG, ook wel hartfilmpje genoemd. Voor het ECG heb je 9 elektroden nodig die je dus op de verschillende plaatsen op de huid plakt. In het ECG-signaal zijn er verschillende fasen van de geleiding te herkennen. De boezems met de P-top en de kameractivatie door het zogenaamde QRS-complex. Veel van het onderzoek in elektromechanica gaat over pacemakers. Pacemakers zijn kleine kastjes die in het lichaam geplaatst worden, samen met pacemakerdraden die de hartspier van elektrische prikkels voorzien als dat nodig is. Die prikkels zijn overigens heel zwak, 1 tot 2 volt en zijn maar 1/1000ste van een seconde. Er worden ongeveer 15.000 pacemakers per jaar in Nederland geplaatst. De eerste pacemaker is geïmplanteerd in een patiënt in Zweden in mijn geboortejaar. De pacemaker is dus al best oud. En er zijn zonder meer veel patiënten mee geholpen. Er is echter een paradox. Soms veroorzaken pacemakers hartfalen, terwijl in andere patiënten pacemakers worden gebruikt om hartfalen te behandelen. En ik zal mijn best doen om die paradox uit te leggen en hoe we dan wel de goede therapie kunnen geven. Een voorbeeld van hoe het fout kan gaan toont deze dia. U ziet het tijdsverloop van de hartgrootte van een kindje dat door een aangeboren hartafwijking direct na de geboorte een pacemaker nodig had. De hartgrootte, gecorrigeerd voor het lichaamsgewicht, was normaal gedurende het eerste levensjaar. Maar in het tweede jaar ging die steil omhoog. Zo'n hartvergroting geeft aan dat het hart onvoldoende zijn bloed uit kan pompen. En aan het einde van het tweede levensjaar was dat meisje dus behoorlijk ziek. Op grond van ons dierexperimenteel onderzoek, waarover later meer, heeft kindercardioloog Tammo Delhaas besloten een nieuwe pacemakerdraad te laten plaatsen. Die pacemakerdraad was geplaatst op de rechterkamer, maar ons onderzoek liet zien dat de linkerkamer beter zou moeten zijn. En inderdaad, simpelweg door het hart van een andere plaats te pacen, op de linkerkamer, ging de hartgrootte weer snel naar beneden en het meisje werd gezond. Deze publicatie is uit het jaar 2007 in het toonaangevende tijdschrift New England Journal of Medicine.
Een paar jaar geleden werd ik door de oma van het meisje opgebeld. Die vertelde dat haar kleindochter het enorm goed deed en naar het VWO ging. Deze relatief simpele ingreep heeft dus een blijvend goed effect. En door deze bevinding en opvolgend onderzoek in grotere studies door onder andere Irene van Geldorp, is het plaatsen van een pacemaker-elektrode op de linkerkamer nu state of the art in de kindercardiologie. Maar hoe is het nou begonnen? We zijn begonnen in de 80e jaren. Toen maten we het samentrekken van het hart door stipjes op het hart van proefdieren te plakken en met een videocamera te volgen. Links geeft de rode en de groene cirkel gebieden aan waar we dan die samentrekking meten. En rechts ziet u dan de lijnen van de samentrekking. Naar beneden is samentrekking en omhoog is weer ontspannen en vullen. En in het normale hart trekken die gebieden heel mooi gelijkmatig samen en helpen ze dus het bloed uit te pompen. Toen plaatsen we een prikkelelektrode op de rechterkamer. Omdat die plek buiten het snelle geleidingssysteem is, werd de elektrische prikkel langzaam voortgeleid. Ongeveer zoals door de blauwe lijnen wordt weergegeven. Metingen die we verricht hebben met de apparatuur van Maurits Alessi. De voortgeleiding is eigenlijk te vergelijken met hoe je golven zich verspreiden in een vijver als je daar een steen in gooit. En toen we met het hele team de eerste meterresultaten van de bewegingen bekeken, hadden we een gemeenschappelijk wauw moment. Dit soort bewegingen hadden we nog nooit gezien, ook niet in de literatuur. Beide gebieden bewegen zich nu geheel tegenovergesteld. Compleet uit fase. Het ene verkort terwijl het andere opgerekt wordt en dan weer andersom. Die twee handen die normaal horen samen te werken, knijpt nu eerst de ene en dan de andere. En daarmee verlies je dus een heel stuk pompfunctie. Nu betroffen deze metingen dus maar het buitenkant van het hart en dan nog maar van een heel klein stukje. Dus je kunt je afvragen hoe belangrijk dit is. Ik ben toen mijn sabbatical genomen aan de Johns Hopkins Universiteit. En daar heb ik samen met Elliot McVeigh de experimenten herhaald in de MRI-scanner. Met de tagging-methode kun je door te spelen met het magneetveld in de scanner streepjes in de hartspier zetten. En die streepjes kun je volgen tijdens de hartcyclus en daar dus de vervorming meten. De zwarte strook daaronder geeft filmbeeldjes aan. Elke beeldje is 20 milliseconden en de mate van rek is aangegeven in kleur. En in het normale hart verloopt dus die overgang van rood naar blauw, van normaal, van rust naar samentrekking, heel mooi gelijktijdig over de hele kamer. Maar als we de kamer gaan pacen, zien we dus dat er alleen maar aanvankelijk een samentrekking is bij de paceplaats, het sterretje, en dat aan de andere kant van het hart juist een rek plaatsvindt. En dat is werkelijk door de hele kamer heen, is dat effect terug te zien. En omdat klinici MRI beter begrijpen dan wat stipjes op het hart, kreeg ons onderzoek opeens veel meer aandacht. Op deze dia nog wat andere gegevens uit dierproeven tijdens rechterkamerpacen vergeleken met normaal. U ziet links de elektrische activatie die bij rechterkamerpacen dus veel meer tijd vraagt, tot 120 milliseconden in plaats van zo'n 50, meer dan twee keer zo langzaam. En de pompfunctie waar je een 30% verlies in meet. Toen ik eind 80e jaren aan cardiologen vroeg of zij zo'n achteruitgang ook zagen bij patiënten met een pacemaker, zeiden ze zoiets als, ja, mijn patiënten lopen al 20 jaar met een pacemaker rond en hebben nergens last van. Maar ik denk dat hier geldt de spreuk van wijlen professor Wellens, wat je niet kent, herken je niet. En tegenwoordig weten we wel beter. En dat werd nog duidelijker toen we ook de lange termijn effecten van asynchronie bestudeerd hadden. Op de korte termijn leidt asynchronie dus tot een abnormale samentrekking, een slechtere pompfunctie en ook inefficiënter pompen, waardoor het hart ook meer zuurstof nodig heeft en makkelijker zuurstof tekort komt. De lange termijn effecten waren onderwerp van promotieonderzoeken van Matthijs van Oosterhout, Kevin van Nooy en Lars van Binnendorp en van studies van de groep van Dave Cash in Baltimore. En die dierstudies lieten zien dat langduriger asynchronie leidt tot hartvergroting en tot heel veel moleculaire veranderingen. En bovendien ook het zuurstoftekort geeft ook een slechtere kwaliteit van de spiercellen.
En die slechtere kwaliteit van die spiercellen geeft weer een slechtere pompfunctie en een langzamere prikkelgeleiding, waardoor je weer meer asynchronie krijgt. Kortom, u ziet hier een weelde aan vicieuze cirkels, waardoor het effect, het kleine effect aanvankelijk van elektrische asynchronie, steeds en steeds sterker wordt. Sinds dit bekend is, wordt asynchronie als een aparte oorzaak van hartfalen erkend. Naast bijvoorbeeld een hartinfarct, hoge bloeddruk of klepgebreken. En deze serie processen lijkt dus ook de verklaring voor het ziekteverloop van het eerder besproken meisje. Bedenk dat die abnormale elektrische activatie gebeurt zonder dat de cellen doodgaan, zoals bij een hartinfarct. Dus het is dan ook begrijpelijk dat als je die elektrische activatie weer normaal maakt, door die peesdraad op een andere plek te zetten, ook alles weer kan herstellen. Als je dit allemaal ziet, vraagt u zich misschien af waarom pezen cardiologen nog in de rechterkamer. Wel, simpelweg omdat het zo makkelijk is. Normaal gesproken wordt daar die peesdraad in een ader bij de schouder geïmplanteerd. Die gaat keurig met een ader mee richting de rechterkamer en gaat dan rechtdoor naar beneden. En klaar is Kees, Jan, Piet of Marie. Maar gemak dient dus de mens, maar niet per se de patiënt. Ik heb toen gezocht naar een betere plaats voor de pacemakerdraad, die toch makkelijk toepasbaar moet zijn. En ik ben toen uitgegaan van dat plaatje rechts op de dia, wat de activatie in het normale mensenhart weergeeft, zoals dat gemeten is door Durrer in 1970. En u ziet, het rode gebied is aan de binnenkant van de linkerkamer en vooral op het kamertussenschot het septum. En toen dacht ik, waarom niet een draad vanuit de rechterkamer in het septum schroeven en links van het septum gaan pezen, zoals op het linkerplaatje te zien is. Dan verandert er niets aan de plek waar het kastje hoort te staan of de toegangsweg voor de draad, alleen op een iets andere plek in de kamer. En de eerste resultaten waren veelbelovend. U ziet dat tijdens dat linkerkamer septum pezen de activatie veel synchroner is dan in de rechterkamer pezen. Met name de linkerkamer is veel beter af. En rechts ziet u dat de pompfunctie vrijwel normaal is tijdens dat linkerkamerpezen. Maar dat was korte termijn effect met een soort van houtjes-touwtjes methode. De volgende uitdaging is dan natuurlijk een pacemakerdraad te maken die het ook mogelijk maakt langdurig septaal te pezen. Ik heb toen samengewerkt met de ingenieurs van onze buren, Bakken Research Center in Maastricht, van Medtronic, waaronder Mark Lazaroms. Want een pacedraad zo diep in het hart plaatsen was nog nooit vertoond. Het verste dat men ging was 1 tot 2 mm en het septum is 1 cm. De draad bovenaan was dus standaarddraad die een aantal jaren daarvoor was ontwikkeld voor andere toepassingen met een schroefdraad van 1,8 mm. En we hebben toen bedacht, dan moet je een langere schroef maken, dan kan die zich mooi door dat septum heen graven en blijft dan ook mooi zitten. In 2009 publiceerden we een heel uitgebreide studie in dieren, waarin aangetoond werd dat dit prototype goed te plaatsen was, dat de draad ook goed bleef functioneren en bovendien bleek ook de pompfunctie weer optimaal en de asynchronie minimaal. Vervolgens duurde het 5 jaar totdat we zowel Medtronic als de Medische Ethische Commissie konden toestemmen om een first-in-man studie te doen met dat prototype. Kevin van Nooy liet zien dat plaatsing goed te doen was. De betrokken patiënten lopen nu ook al meer dan 6 jaar met die draad rond zonder problemen. Veelbelovend dus. Maar hoe kunnen we nu links septaal pezen verder uitrollen? Let op het jaartal van de publicatie rechtsonder, 2015. In 2017 verscheen er een publicatie van een Chinese professor, Huang, over één patiënt. Hij had geprobeerd de hisbundel te pezen met de 3830 draad, de standaard draad van Medtronic, maar dat was niet gelukt. Toen heeft hij die draad wat lager in het septum geschroefd en prikkelde de linker bundeltak. Met succes. Aardig vonden we, maar so what. Echter, zijn centrum en daarna tientallen centra in China rapporteerden eerst honderden en daarna een paar duizend patiënten die op deze manier succesvol zouden zijn behandeld. Omdat we dat toch wel heel opvallend vonden, is Kevin van Nooy met Justin Luermans naar China gegaan om te kijken of dat zo was. En inderdaad.
Wel is de plaatsing exact in de linker bundeltak een preciezer werkje, zoals rechts aangegeven, dan wat wij bedachten met het prototype gewoon links in het septum. Maar het is wel zo dat door deze ervaring ook in China, we in Maastricht 3 jaar geleden begonnen zijn met links septaal te pezen met de 3830 draad, die dus al voorhanden was. En velen met ons in binnen- en buitenland. Hoe stormachtig die ontwikkeling op dit moment nu is, wordt aangetoond door een recente studie die gepubliceerd is in de European Heart Journal, recent, in 2500 patiënten uit 14 Europese centra, waaronder het MUMC. Plaatseling is zeer succesvol, zeker als de ervaring van de implanteur toeneemt en er zijn weinig complicaties. Het is nu al zover dat veel centra deze methode als eerste keus gebruiken. Het heeft er alle schijn van, dat is mijn visie op de toekomst, dat deze manier van pezen misschien wel alle andere methoden gaat verdringen. Momenteel loopt de Master LV-studie van Kevin van Nooy, waarin wordt uitgezocht in hoeverre de pace-elektrode nu precies in de linker bundeltak moet zitten of dat gewoon links in het septum goed genoeg is, wat praktisch veel makkelijker is. Verder loopt er een NWO-doelmatigheidsstudie met Justin Luurmans als hoofdonderzoeker naar het klinisch voordeel en de kosten-batenverhouding van links septaal pezen ten opzichte van rechterkamer pezen. Kortom, er kan de komende jaren nog veel van deze ontwikkelingen verwacht worden. Niet in het minst uit Maastricht. Wat ik nu besproken heb, gaat vooral over het zo goed mogelijk activeren van het hart zonder asynchronie op te wekken. Het volgende deel van mijn verhaal gaat over hoe pacemakers gebruikt kunnen worden om hartfalen te behandelen. Daarvoor wil ik een filmpje laten zien dat gemaakt is door mijn collega's uit Utrecht als publieke verantwoording van ons gemeenschappelijke CTMM-project. Dit is Wim Kuipers, 71 jaar. Een van de 200.000 mensen in Nederland die lijdt aan hartfalen. Bij hartfalen komt het hart het bloed niet goed meer door het lichaam. Sorry. Binnen 6 jaar overlijden. Ook voor Wim Kuipers leek er weinig perspectief. Mijn situatie was niet best. Ik had kortademigheid, gauw moe. De brievenbus was er te ver voor me. Die hier 100 meter verderop staat. Dus kortom, ik werd erg belemmerd in het functioneren als mens zijn. Als het zo zou blijven, kon het niks en hoefde het voor mij niet meer. Hartfalen wordt vaak erg laat ontdekt. Patiënten hebben dan al ernstige gezondheidsklachten. Wetenschappers en bedrijven onderzoeken samen binnen het topinstituut CTMM hoe een arts de diagnose eerder kan stellen. Zo kunnen levens gered worden. Bijvoorbeeld door het tijdig implanteren van een zogenaamde CRTD. Een CRTD is een apparaatje dat om het hart geïmplanteerd wordt en dat ervoor zorgt dat eigenlijk de samentrekking van het hart beter wordt, gelijktijdiger, en daarom komt er meer bloed uit. Aan de andere kant is er ook nog een functie in dat apparaatje dat mocht er een gevaarlijke ritmestoornis optreden van het hart, dan kan het apparaatje een schok geven waardoor het ritme weer herstelt. Voor Wim Kuipers kwam het apparaatje nog net op tijd. Het betekende een ommekeer in zijn leven. Ik voel me weer happy en ik kon na verloop van tijd weer alles. Ik kon de trap lopen, ik kon weer fietsen, ik voelde me als herboren in het leven staan. Op dit moment is het zo dat CRT-apparaatjes worden geïmplanteerd om mensen die al in een vers stadium van ziekte zijn nog te kunnen helpen. In de toekomst verwacht ik dat er bij een simpel bloedtestje eventueel zelfs bij de huisarts mogelijk moet kunnen zijn om mensen met een verhoogd risico te identificeren en al een eerder stadium te gaan behandelen. Maar het CRTD-apparaatje werkt niet bij iedere patiënt, benadrukt professor Vos van het UMC Utrecht. CTMM-onderzoek kan bepalen bij wie het wel en bij wie het niet werkt. Op dit moment heeft ongeveer 1 op de 3 patiënten die zo'n apparaat krijgt echt geen baat bij. Dus moeten we zorgen dat het apparaat meer effectief en beter efficiënt wordt ingezet. Een eerdere diagnose en behandeling op maat. Dat is het uiteindelijke onderzoeksdoel. In Kuipers heeft ervaren hoe belangrijk een goede behandeling kan zijn. Nu is het weer de toekomst. Met je kan niet alles. En dat wil ik erg gelukkig bij. De financiering uit de aardgasbaten is natuurlijk ook wel interessant in deze tijd. Maar goed,
U heeft gezien dat deze patiënt een pacemaker heeft gekregen om het hart te resynchroniseren. Cardiale resynchronisatietherapie, ofwel CRT. Maar er moet dus iets te resynchroniseren zijn. Een belangrijke oorzaak van een grote asynchronie is het linker bundeltakblok, kortweg LBTB. Dit is een geleidingstoornis die voorkomt bij ongeveer 1/4 van alle patiënten met hartfalen. Dit figuur laat nog eens zien hoe de elektrische prikkel door het normale hart loopt, door de twee bundeltakken, naar de rechter en de linkerkamer. Bij linker bundeltakblok worden de kamers alleen geactiveerd via de rechter bundeltak. En de linkerkamer krijgt zijn prikkels via een omweg en langzamer, alsof er een file staat op de A2 bij het vliegveld en alle verkeer vanuit het noorden naar Maastricht moet omrijden via de binnenwegen van het Mergeland. Enkele cardiologen, waaronder mijn goede vriend en collega Angelo Riccio, bedachten dat bij een dergelijke asynchronie behandelen zou kunnen worden met een biventriculair pacer, elektroden op zowel de rechter als de linkerkamer. En inderdaad laten metingen zoals deze van ons zien dat de activatie tijdens biventriculair pacen veel minder asynchroon is dan tijdens het linker bundeltakblok. Meneer Kuipers vertelde in het filmpje dat hij zich stukken beter voelde. Een echocardiogram van een andere patiënt laat zien hoe dat kan. Links ziet u het kloppend hart voor CRT en rechts erna. Voor CRT beweegt de linkerkamer onregelmatig, waardoor het hart lijkt te wiebelen. Het ook door sommigen ook wel hula-hoop genoemd. Tijdens CRT wordt de samentrekking gelijkmatiger en de kamer is ook kleiner geworden, wat dus duidt op een betere pompfunctie. Echter, we vroegen ons ook af, zou links septaal pacen ook kunnen werken in geval van linker bundeltakblok? Het antwoord in proefdieren was ja. U ziet hier rechts de elektrische activatie bij links septaal pacen vergeleken met die in biventriculair pacen, zoals gemeten door natriumradarmakers. De activatie verloopt homogener met die ene elektrode in het midden van het hart dan met twee aan de buitenkant. En het mooiere elektrische activatiepatroon vertaalt zich ook in een verbetering van de pompfunctie, die minstens zo goed is als bij biventriculair pacen. Aangetoond door NART in proefdieren en door Floor Salde in een eerste patiëntenstudie. Momenteel laten een steeds groter aantal patiëntenstudies positieve resultaten zien. Alleen gerandomiseerde studies zijn nog nodig, wordt dus vervolgd. En dat zou dus betekenen dat je nu resynchroniseren kan met maar één kamerelektrode in plaats van twee. CRT is een unieke therapie, omdat er geen andere therapie is voor hartfalen die een afname van de klachten combineert met een betere pompfunctie en een betere kwaliteit van leven. Echter, de patiënt moet wel asynchronie hebben. En hoe bepaal je dat? Met het gebruik van de 9 elektroden van het ECG worden 12 afleidingen verkregen, rechts op de dia. Die afleidingen zijn zo gekozen dat je daarmee feitelijk van alle kanten naar het elektrisch gedrag van het hart kunt kijken, zoals aangegeven door de rode en de blauwe cirkel om het hart midden op de dia. De huidige richtlijnen zijn dat een patiënt een breed QRS-complex moet hebben, zoals rood met de pijltjes aangegeven, en met een patroon dat wijst op linker bundeltakblok. Er zijn echter veel definities van wat dan een linker bundeltakblok patroon op het ECG is. En deze dia laat een ECG zien en op welke punten, al die rechthoeken, welke punten je dan moet letten om het linker bundeltakblok te mogen noemen. Ik ga het niet allemaal uitleggen, het is heel complex en u ziet ook dat het erg gevoelig is voor de persoonlijke interpretatie van de cardioloog. We vonden het dus tijd worden om een beter criterium te ontwikkelen. Caroline van Deursen liet als eerste zien dat als je één geïntegreerde afleiding berekent uit die 12 standaardafleidingen en dan het oppervlakte onder het QRS-complex berekent, de QRS-area, dat dat een hele goede voorspelling geeft van het effect van CRT bij die patiënt. En Eline Engels ontwikkelde een methode waardoor het mogelijk werd die bepaling ook te doen op reeds bestaande ECG's. We hebben nu inmiddels meer dan 10.000 ECG's op deze manier geanalyseerd en er komen er de komende jaren nog zeker 10.000 bij. Een van die studies die gedaan is gedaan door Twan van Stipdonk en Moody Gosijn.
hebben gebruik gemaakt van gegevens uit het zogenaamde MUG-cohort. Dat komt uit de academische centra van Maastricht, Utrecht en Groningen. 1500 patiënten. De twee grafieken laten overleving zien in patiënten met een klasse 1 en 2 indicatie. Klasse 1 zijn de patiënten met een echt linker bundeltakblok die zeker volgens die richtlijnen CRT moeten krijgen. En klasse 2 is wat meer twijfelgeval. In beide categorieën zien we echter dat de QRS area, de patiënten met een hoge QRS area, een betere overleving hebben dan die met de kleine. Er zijn dus in klasse 1 ook patiënten die het niet zo goed doen met een kleine QRS area, terwijl bij de twijfelgevallen er door QRS area een subgroep te definiëren is die het heel goed doet. We hebben dus, denk ik, een betere, robuustere en beter diagnosticum ontwikkeld voor de selectie van patiënten voor CRT. En deze gegevens zijn inmiddels ook door 5 andere centra bevestigd. Wat rest is de fabrikanten van ECG-apparatuur te overtuigen deze analyse ook automatisch te laten doen in hun apparatuur. Maar goed, hoe goed QRS area ook is, dit is alleen maar de elektrische kant van de medaille. En we zouden niet het thema elektromechanica zijn als we ook niet onderzocht zouden hebben of we met de mechanische metingen die patiëntselectie zouden kunnen verbeteren. Een belangrijke stap in dit verband was een vraag die kwam van de groep van Maarten-Jan Kramer van het UMCU. Zij vroegen zich af hoe het kan dat patiënten met een linker bundeltakblok allemaal ongeveer hetzelfde ECG hebben, maar verschillende bewegingspatronen in het septum laten zien. Bovenaan is dat aangegeven, normaal is één grote neerwaartse flank, maar linker bundeltakblok patiënten hebben soms een dubbele piek, zoals zij dat definiëren, soms een vroege piek in die beweging en soms een late piek. Joost Lummens heeft toen het door Theo Arts ontwikkelde CircAdapt-model in de strijd gegooid. En binnen een dag had hij het antwoord. Hij zag dat als je alle wanden van die drie die je daar ziet gelijktijdig laat samentrekken, er ook het normale bewegingspatroon uitkomt. Als hij het septum zwart en de vrije wand rood wat later activeert, zoals in de linker bundeltakblok, krijg je ook gelijk het dubbele piekpatroon. En als je het septum ook nog een beetje minder knijpkracht geeft, ontstaat de vroege piek, maak je het hele linkerkamer wat zwakker, dan krijg je een late piek. Naast asynchronie is dus ook de kwaliteit van de spier belangrijk voor CRT-respons. De Utrechtse promovendus Philip Wouters, afkomstig uit de Maastrichtse ACO-opleiding, heeft onderzocht of de combinatie van QRS-area en bewegingspatronen een nog betere diagnose geeft dan QRS-area alleen. De mechanische maat die gebruikt is, is de zogenaamde SRS, aangeduid als de blauwe stukken in de curve links beneden. In feite is dat de kwantificering van de mate van dubbele piek in het bewegingspatroon. Rechts ziet u dat de mate van afname van het linkerkamervolume, de verbetering van de hartspier, het grootst is in patiënten die zowel een hoge QRS-area als een hoge SRS hebben. Maar patiënten met alleen een hoge QRS-area laten ook nog steeds een verbetering zien. Terwijl alle patiënten met een laag QRS-area heel weinig verandering laten zien en nauwelijks een verbetering, zelfs als ze een hoge SRS hebben. Het lijkt er dus op dat QRS area de belangrijkste selectiecriterium is en ja, de hoge SRS wel helpt om de verwachtingen bij de patiënten heel hoog te stemmen. Maar wat nu als je hartfalen hebt en een kleine QRS area? Heb je dan pech? 30 jaar geleden suggereerden 2 kleine studies dat pacemakers ook zouden gebruikt kunnen worden voor patiënten met een verlengd PR-interval op het ECG, wat aanduidt dat de boezems de kamer veel later geactiveerd wordt dan normaal en daardoor zou de vulling van het hart slechter worden. En je kunt dat PR-interval weer normaliseren door een pacemaker. Maar klopt dat idee? Eigenlijk had nooit iemand dat goed bestudeerd. En wij hebben het bestudeerd met onze hele onderzoeksteam en een studie waarom ik alleen al om die reden heel trots op ben. Eerst hebben de biomedische ingenieurs die situatie gesimuleerd in het computermodel. De donkerblauwe vlakken in de signalen geven aan de hoeveelheid bloed die van de boezem naar de kamer stroomt in de hartcyclus. Het model voorspelde dat bij een lang PR
er stroming ook plaats in terug van de kamer naar de boezem, dat rode vlakje met MR erbij. De onderste figuur laat zien dat de vullingspatronen twee fasen krijgen als je met die pacemaker het PR-interval normaliseert. De E en de A-top, zoals die ook in een normaal hart plaatsvindt. En de terugstroom is verbeterd, is verdwenen. Vervolgens hebben wij datzelfde experiment herhaald in dierproeven. En we zien daar zeer vergelijkbare gegevens. En met die gegevens in de hand zijn we naar de medisch-ethische commissie gegaan en hebben die studie herhaald in patiënten. En ook daar zien we eigenlijk zeer wel hetzelfde. En in alle drie de studies zien we ook dat de totale pompfunctie duidelijk toeneemt. Kortom, we hebben hier een mogelijke, nog een patiëntencategorie waar pacemakertherapie nuttig kan zijn. Een goede timing van de stimulatie van boezem ten opzichte van kamer is voor elke pacemakertherapie van belang. Momenteel wordt dat meestal maar één keer geoptimaliseerd, één keer ingesteld. Maar de hartactiviteit van patiënten varieert gedurende de dag. En bovendien kan het hart ook in de tijd beter of slechter worden. En daarmee ook de optimale instelling veranderen. Om die instelling continu en automatisch te laten aanpassen, zou je een slim systeem nodig hebben. Waarbij een sensor de hartfunctie detecteert, waarvan het signaal door een algoritme in de pacemaker gebruikt wordt om de instelling aan te passen. In recente Europese projecten besteden we uitgebreid aandacht aan harttonen. Jawel, die geluiden waar een dokter naar luistert met zijn stethoscoop. Een methode die al 200 jaar oud is, maar waarvan we met moderne signaalanalyse technieken inclusief kunstmatige intelligentie naar gekeken hebben. Sorry voor het harde geluid. Ik had het zo mooi ingesteld. In het onderzoek van Philip Westphal konden we gebruik maken van gegevens uit een oudere studie van Medtronic, waarin bij patiënten de bloeddruk gemeten was en harttonen met een microfoon in de pacemaker. Door in elk van de 22 patiënten ongeveer 1500 hartslagen te verzamelen onder verschillende omstandigheden, konden we met artificiële intelligentie een zeer nauwkeurige schatting van de linkerkamerdruk krijgen. En daardoor ook een hele goede inschatting van de beste instelling van de pacemaker. De top van die functie, hè, bij het interval wat beneden staat, is vrijwel hetzelfde met de invasieve drukmeting dan met de schatting van de harttonen. En zo lijken we dus hier een technisch heel eenvoudige meting te hebben die de pacemakertherapie kan verbeteren. Hongxing Luo kwam met een geheel andere en nog bredere toepassing van harttonen. Hij liet zien dat harttonen goed te meten zijn met een smartphone. Om meer inzicht in die mogelijkheid te verkrijgen, hebben we samen met dokter Pablo Lamata van King's College in Londen en coördinator van een Europees project een app ontwikkeld die gratis aangeboden wordt. In een paar maanden tijd waren er zo'n 1150 willekeurige gebruikers en 7600 opnames. 80% van de gebruikers bleek in staat om goede opnames te maken. Dit zou op langere termijn kunnen betekenen dat de smartphone een rol kan gaan spelen bij het monitoren van patiënten met hartfalen en ook buiten het ziekenhuis. Er is zeker na de coronalockdowns en met de huidige druk op de zorg enorme belangstelling voor dergelijke home monitoring. Bijna aan het einde gekomen van deze openbare les wil ik u huiswerk meegeven. Als ook u wilt meehelpen met het onderzoek en bent u geïnteresseerd in uw eigen harttonen, download dan de Echo's app. Als u wilt, kunt u enkele gegevens zoals leeftijd en geslacht invullen. Uw harttonen zullen geheel anoniem gebruikt worden om de app te verbeteren, uiteindelijk voor een betere gezondheidszorg. Bij voorbaat, dank. Ik heb u laten zien dat het dierexperimenteel fysiologisch onderzoek leidde tot erkenning van een nieuw type hartfalen en voor beter begrip van effecten van pacemakertherapie. We hebben gezien dat één enkele paceplaats gebruikt kan worden om de hartfunctie goed te houden of te verbeteren, bij vrijwel alle soorten pacemakertherapie. We weten nu dat QRS-area een simpele maat is voor asynchronie, die de complexere en of subjectievere maten uit de richtlijnen overbodig maakt. En dat we harttonen kunnen gebruiken als een simpele maat voor de pompfunctie van het hart, zelfs thuis. Minder is dus meer. En hoe kijk ik nu met mijn ervaringen naar het onderzoek in de fysiologie, mijn thuishaven?
Zoals u heeft kunnen zien, ben ik erg gecharmeerd van fysiologische signalen, ECG, bloeddruk, harttonen. Die zijn allemaal het resultaat van een combinatie van meerdere moleculaire, chemische of fysische processen en zeggen daarom heel veel over wat er in het lichaam plaatsvindt. Steeds meer kunnen die signalen dus ook non-invasief en onder allerlei omstandigheden gemeten worden. In dat opzicht zie ik een meerwaarde in de minder complexe metingen en kan de fysiologie zich makkelijker meer richten op de mens. Daarbij kunnen computermodellen en moleculair en cellulair onderzoek belangrijke aanvullende informatie geven over mogelijke mechanismen van die afwijkingen. Al dit onderzoek is in belangrijke mate gefinancierd door sponsoren van binnen Nederland zoals NWO, Nederlandse Hartstichting en CTMM, Europese gemeenschap en bedrijven waaronder de 5 grote pacemakerproducenten. Overigens allemaal keurig langs de juridische dienst van universiteit of ziekenhuis, om maar even mensen gerust te stellen sinds de publiciteit van gisteren. Dan is het nu tijd voor mijn dankwoord. Ik kan natuurlijk kort zijn voor u allen in één keer te bedanken. Want uw aanwezigheid, hier of online, betekent dat u op de een of andere manier hebt bijgedragen aan dat ik hier sta. Maar ik wil toch een aantal personen specifiek noemen. Allereerst mijn promotieteam. Rob Reneman, mijn promotor. Rob, ik had geen betere promotieplek en promotor kunnen krijgen. Jij bent voor mij het rolmodel voor een onderzoeker, met grote persoonlijke en brede wetenschappelijke belangstelling. Steeds vertrouwen gevend aan je mensen en laten zien dat goed samenwerken onderzoek beter en leuker maakt. Een typisch geval van win-win. Meer is meer. Gij van der Vussen, jij hebt me veel chemische vaardigheden en inzichten bijgebracht en bijbehorend kwantitatief denken. En kritisch lezen van de literatuur. Dank daarvoor. Theo Arts, jij hebt cruciale meetmethoden ontwikkeld voor jezelf, maar ook voor mij, zoals de stippen- en de taggingmethode. Omdat wij 40 jaar geleden al praten over strains, lagen we jaren voor op de concurrentie. Daarnaast heb je ook het Circadap-model ontwikkeld, wat in zijn eenvoud geniaal is. Dan mijn collega's binnen de fysiologie, geleid inspirerende leiding van professor Schotten. Dank voor de goede collegialiteit in al die 44 jaar, wat bijvoorbeeld bleek uit de wil om van elkaar onderwijs over te nemen als dat nodig is. Blijf strijdbaar, maar dat zal zo te zien wel lukken. Personen die speciale aandacht verdienen zijn onze biotechnici. Hun belang is niet te overschatten. Jullie waren mijn rechter- en linkerhanden bij de dierproeven. Over de jaren heen waren dat Theo van der Nagel, Arne van Hunnik en Marion Kuiper. Jullie combineerden goede zorg voor de dieren met de meest complexe operatietechnieken en uitgebreide metingen. Capaciteiten die ook gasten uit het binnen- en buitenland versteld hebben doen staan. Dank aan alle leden van de TRANS-werkgroep, Translational Cardiac Electromechanics. De combinatie van fysiologen, biomedisch ingenieurs en cardiologen. Speciale dank aan Joost Lumens en Kevin van Nooy, leiders van de BMT en de cardiologie, met wie de samenwerking al zoveel jaar fantastisch is. Ik ben blij dat jullie recent hoogleraar geworden zijn en Kevin zelfs hoofdcardiologie. Daardoor zal het onderzoek binnen de elektromechanica van het hart de komende jaren nog wel doorgaan. Dank aan mijn ongeveer 40 voormalige en huidige promovendi. Jullie hebben door keihard werk het eigenlijke werk gedaan van wat ik hier verteld heb en nog veel meer van wat ik niet kon vertellen in deze 44 minuten. Dan, I sincerely thank Angelo Auricchio. It's very unfortunate that you cannot be here today, but I think you may see the lecture sometime in the live stream. We collaborated intensely over the last 20-some years, as shown by our 50 joint scientific publications. We are perfectly complementary in our interest, you from the clinical side and I from the experimental one. Moreover, after you started the Center for Computational Modeling in Cardiology in Lugano together with Rolf Krause, I joined the center as advisor, enjoying the unique possibilities of the advanced computer models enabled by the Lugano supercomputer. And practicing science as it is meant to be, we also became close friends. Thank you, Angelo. May our friendship and collaboration last for many more years.
Thank you all who came from abroad or watch online. Science is about collaboration, and working with different nationalities and cultures make it even more fun. Dank jullie collega's van het CTMM COFAR Consortium uit Amsterdam, Utrecht en Groningen. We hebben niet alleen geweldig samengewerkt tijdens het project, die samenwerking duurt nog steeds voort. Onder andere door het opzetten van de MUG-database, waar nu al een dozijn artikelen uit voortgekomen zijn. Inderdaad heb ik met deze figuur bedoeld weer te geven dat minder gedetailleerde, maar goed gekozen weergave van het hart al heel veel oplevert voor diagnose en therapie. Maar een andere uitleg van deze afbeelding is dat liefde zwaarder weegt dan wetenschap. En dan duid ik natuurlijk, ondanks al mijn lieve collega's, op mijn familie. Dus ik wil mijn familie bedanken. Te beginnen bij mijn ouders, postuum. Van hen kreeg ik de genen voor goede hersens en gezondheid en een kaal hoofd. Maar niet minder ben ik dankbaar voor een opvoeding waarin ze het belang van een goede scholing benadrukten en mij toch vrij lieten in de studiekeuze. Hoewel ze zich ongetwijfeld hebben afgevraagd wat ik deed in de 70er jaren tussen die langharige alternatievelingen bij de biologie. Mijn ouders presteerden het ook om binnen 5 jaar 4 zonen te krijgen. Door dat kleine leeftijdsverschil zijn we altijd goede speelkameraden geweest, waarbij het competitieve element er vanzelf insloop. Ieder wilde de beste zijn, een eigenschap die best nuttig is in de wetenschap. Maar belangrijker ook, nu we al jaren verder van elkaar vandaan wonen, is onze band nog steeds hecht en weten we elkaar te vinden, zoals met een mantelzorg voor onze ouders. Dank jullie, Tim, Rob en Lex. En dan kom ik bij mijn gezin. Dank aan mijn kinderen Lenneke en Bart. Het was een genot jullie van baby tot geweldige mensen en ouders te zien opgroeien. Respect ook voor de partners die jullie gevonden hebben. Roel en Aniek, want ze zijn een verrijking voor ons gezin. En natuurlijk mede verantwoordelijk voor de heerlijke kleinkinderen die jullie ons bezorgd hebben. En tenslotte, maar natuurlijk eigenlijk allermeest, Mieke. Het is vandaag bijna precies een halve eeuw geleden dat we elkaar hebben leren kennen, net van de middelbare school. We waren aan de studie begonnen en toen ging het hard. 2 jaar later waren we getrouwd en nog eens 4 jaar later wonen we hier in Maastricht. En zo zijn we samen volwassen geworden. We werden ouders en later grootouders en tussendoor wortelde ik steeds meer in de wonderende wereld van de wetenschap, met alle gevolgen van dien, zoals toenemende lichamelijke dan wel geestelijke afwezigheid. Jij kan me met de voeten op de grond zetten door te wijzen op de relativiteit van wetenschappelijke voor- en tegenspoed. En je brengt muziek in huis en maakt lekker eten. Dank voor alles in die 50 jaar. Waar deze lezing voor collega's het begin van het einde is, hoewel ik nog lang niet weg ben, is deze dag voor jou een mijlpaal van het begin van een nieuw leven. Meer samen. Ik kijk er naar uit. Ik heb gezegd. Dat was een heel prachtig college, dankjewel, met een indrukwekkende reeks wetenschappelijke onderzoeken, heel logisch volgend op elkaar. We zijn nog niet helemaal klaar, want ik wil nu heel graag het woord geven aan professor Olly Schotten, voorzitter van de vakgroep Fysiologie. Geachte professor Prinsen, beste Fritz, beste Annemie, collega's en vrienden.
Frits, wat voor een prachtige reden heb je gehouden. En ook heel erg persoonlijk. En dat vond ik echt fantastisch. Dus van harte gefeliciteerd met deze reden, maar vooral ook met je schitterende carrière als docent en wetenschapper. Het is een hele grote eer vandaag hier te mogen staan en je te mogen toespreken. Dat doe ik natuurlijk voor je collega's van de vakgroep, van KRM, van de faculteit. En dat doe ik met het allergrootste plezier. Ook voor je vrienden. En je hebt heel veel vrienden hier. En dat heeft met allerlei eigenschappen te maken die je hebt, Frits. En ik vind het leuk om toch nog even daarbij stil te staan. Ik heb je leren kennen, Frits, in het jaar 1998. Dat is nu 24 jaar geleden. En toen was jij al ongeveer 20 jaar in dienst van de faculteit. Dus we hebben het over een hele lange periode, waarvan ik een klein beetje meer dan de helft kan overzien. En toen ik in 2002 voor de eerste keer deelnam aan een stafvergadering van de vakgroep Fysiologie, was voor mij meteen helder: jij bent de integrator van deze vakgroep. Jij bent degene die modereert, letterlijk en figuurlijk. Hè. Niet alleen heb je daadwerkelijk meer dan 20 jaar de stafvergaderingen van de vakgroep Fysiologie gemodereerd. Jij bent ook degene die gezorgd heeft voor een vriendelijke sfeer, voor discussies die rustig en zakelijk waren op momenten die even spannend waren. Dus jij was de hele tijd de integrator van deze vakgroep. Jij hebt enorm bijgedragen aan de vriendelijke sfeer in deze vakgroep. Je hebt cadeaus geregeld. Je hebt ervoor gezorgd dat we de diners hadden met de secretaresses. Mieke was daar ook af en toe bij en Mark. Dus jij was de integrator van deze vakgroep. Nou ben je tot op de huidige dag gebleven. En ik zou deze gelegenheid hier willen gebruiken om je een keer te danken voor alles wat je voor onze vakgroep gedaan hebt. Al die jaren, Frits. En nu gaan we het even hebben over je motto. Minder is meer. Want dat vind ik heel erg inspirerend, dit motto. En nou, er zijn een aantal interpretaties. De interpretatie vanuit de elektromechanica, nou, die is vandaag besproken. En er zijn heel veel andere interpretaties mogelijk van het motto minder is meer. Als ik bijvoorbeeld kijk naar onze aarde met beperkte ressourcen, dan denk ik dat we nog in de toekomst vaker te maken krijgen met het fenomeen minder is meer. Maar ik bedoel iets anders. Ik bedoel eigenlijk jou als persoon. Want volgens mij spiegelt minder is meer vooral je karakter weer. En ik denk dat je dit motto, bewust of onbewust, dat weet ik niet, helemaal niet toevallig hebt gekozen. Wat bedoel ik daarmee? Minder is meer. Minder staat voor het feit, in mijn ogen dan, in mijn interpretatie, dat jij het nooit belangrijk vond in de eerste rij te staan. Je stond daar wel, natuurlijk, op een heel erg prominente manier zelfs, maar niet omdat je het ambieerde, maar meer vanuit je inhoudelijke senioriteit. Is meer staat voor wat je daarmee bereikt hebt. Hè, nu juist voor deze houding, niet in de eerste rij te willen staan, heb je enorm veel waardering van je collega's gekregen. Je luistert heel geduldig, bijvoorbeeld. Je respecteert de mening van je gesprekspartner, omdat je die mening namelijk belangrijk vindt. Je gaf best wel je eigen mening, dat doe je tot op de uiteraard, ook best wel op een duidelijke manier, want helderheid vond je ook altijd belangrijk. Maar je bent altijd genuanceerd gebleven in je uitspraak, omdat je namelijk de mening van je gesprekspartner altijd gerespecteerd hebt. Dus minder is meer, dat ben jij, dat heb jij in je genen, volgens mij. Je bent op die manier ook een visionair, want wetenschappelijk sowieso. Maar als we nu bijvoorbeeld kijken naar het hele proces van erkennen en waarderen, van wie we op dit moment zo bezig zijn. Hè? Dus we realiseren ons in toenemende mate dat beoordeling van wetenschappelijk personeel een bredere basis moet hebben dan alleen maar outputcijfers. En jij wist dat natuurlijk altijd al. Jij
had altijd al veel aandacht voor team scientists. Jij wist altijd al hoe belangrijk onderhoud aan je werkomgeving is. Jij maakte altijd al keuzes vanuit een standpunt van toegewijdheid en in plaats van realisatie van prestatieparameters. En dan is er natuurlijk nog de extra mijl, Frits, die je altijd liep en loopt voor je collega's, voor je PhD-studenten. En ik vind, Tilman, jij hebt dat toen in 2016 heel mooi verwoord toen je de Karim Commitment Award aan Frits hebt uitgereikt. Die extra mijl die je loopt voor je collega's, dat is toch wel, denk ik, echt een kenmerk van je, Frits. En ik vond dat een heel mooi moment van je carrière toen je deze prijs hebt gekregen, Frits. Ten slotte, Frits, nog een persoonlijke opmerking. Toen ik 1998 naar Maastricht kwam, sprak ik geen woord Nederlands. Ik kende niemand in de vakgroep, niemand binnen Karim, niemand in het onderwijsinstituut. En jij was van begin af aan mijn steun met je hulpvaardigheid, met je toegewijdheid, ook met je inhoudelijke gedrevenheid. En dat heb ik nog nooit tegen je gezegd, Frits, maar ik ga het nu wel doen. Jij bent altijd mijn voorbeeld nummer 1 geweest en dat ben je tot op de huidige dag. Dus dank je wel voor alles wat je voor mij gedaan hebt in deze tijd. Dus Frits, van harte gefeliciteerd met deze schitterende carrière als docent en wetenschapper. Met alles wat je bereikt hebt, met deze prachtige reden ook. Ik ga het niet eens afscheidsreden noemen, want dat klinkt zo'n beetje alsof je straks niet meer zou zijn. We hopen vooral dat je nog heel lang bij ons op de vakgroepen binnen Karim en daarbuiten gaat werken uiteraard. En ja, nogmaals hartelijk dank voor alles wat je voor ons gedaan hebt, voor de vakgroep, voor Karim en ook voor mij. Dank je wel. Beste Frits, namens de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC Plunt bedank ik jou ook zeer voor alles wat je onze gemeenschap hebt gegeven de afgelopen jaren. En graag wil ik daar ook je vrouw Mieke, altijd een onmisbare rots in de branding, zoals je zojuist ook aangaf, bij betrekken. En je kinderen Bart en Lenneke. Als toegewijd docent ben je sinds de vroege jaren van de Rijksuniversiteit Limburg betrokken bij het opbouwen en het positioneren van het probleemgestuurd onderwijs binnen de faculteit Geneeskunde, later FHML. En vanuit jouw geheel eigen visie op de missie en verantwoordelijkheid van een docent stond jij als niemand anders door al die jaren heen garant voor kwaliteit en helderheid, openheid en toewijding. Als visionair en gedreven wetenschapper heb je de zichtbaarheid en de reputatie van de Universiteit Maastricht en in het bijzonder van het Maastricht UMC Plus enorm bevorderd. En bovenal als collega ben je een voorbeeld voor velen. Die onderscheidende betekenis waarderen wij enorm. En het is daarom ook een enorme eer voor mij om je nu namens het bestuur van het MUMC Plus de MUMC penning te mogen overhandigen. Dus ik zou je willen vragen om even naar voren te komen. Dan is het nu tijd om met elkaar naar de receptie te gaan in de Refter, waar ik u voor wil uitnodigen. En na eerst nog een paar mooie foto's te hebben gemaakt. En dan zou ik de mensen in de zaal willen vragen om het cortège te volgen. Hierbij sluit ik deze academische zitting.